Zo. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga mijn tuin aanpakken. Ik ga gras maaien. Mooi weer. Het is nu take 2 van de video. Ik ga lekker maaien met mijn grasmaaiert. Oh, die zien jullie net niet. Kijk, grasmaaiert. Ja, let nog niet op de tegels, maar we moeten eerst gras maaien voordat we kunnen spuiten. Dus ik ga even de snoer pakken. En dan gaan we maaien. Oh ja, en even mijn schoenen wisselen voor mijn manslaarzen. Ook wel handig. Dus ik kom zo terug. Kijk, mijn manslaarzen. Die grote kolenschoppen. Kan ik daarin? Geen idee. Even een beetje vasthouden. Ja, ik kan erin, maar... Ze zijn veel te groot, joh. Nou, dan worden mijn schoenen tenminste niet vies. Zo, die er ook in. Zo. Ja. Zo. Zo, die heb ik ook aan. Moet nog even snoer pakken. Als kan dat ding het niet doen. Zo. Ja, ja. Gaan we nu maaien. Ja. Ja. Here we go. Wel handig als je de bak eraan doet. Anders vang je geen gras op. Dat is ook weer strak. Zo, dan haak ik eens even de boel aan de zijkant kolenkool zetten. Met mijn elektrische kantenkutter. Zo, dat hebben we ook weer eens gedaan. Ja. Goed, dat ziet er ook weer strak uit. Ik ga het weer drogen. Top! En dan werk ik het warm. Lekker warm. Dus ik kom zo terug. Momentje. Slekken staan hier. Is lekker? Is lekker? Ja. Oeh.
Ja, mijn telefoon ziet het misschien niet goed, maar het is weer lekker gemaaid. Mijn boompjes. Ja, ja. Helemaal blij, maar ja, nou de groene aanslag nog. Maar dat komt van de week nog, hè, Strikkie? Ja. Van de week is het ook nog een keer mooi weer. En is de baas thuis. En die kan me even helpen met de snoer. De slang. Ja, van de hoge drukreiner. Dan krijg je hem er nooit al zo goed opgedraaid. Hè? Ja. Kan hij mooi even helpen. Dus ja, ik zit lekker in het zonnetje. Even vitamine D'tjes opdoen. Oh, voor mensen die koven zo weinig. Nou, hier hebben we Kovel. Hi, Kov. Wauw. Dan kan je zien dat Strikje nog kleiner is als de kat. Kovel is groter. Hey, Kov. Ja. Ja, wat ga je zoveel kiesjes geven, Strikje? Ja, maar je kon nog even rukken. Ja, tuurlijk. Kovel, ga je nou jij even stoppen? Kovel, wat ben je dan? Oh, ga je lekker over het gras heen liggen, jongen. Oh, dat is lekker, hè? Het zonnetje. Oh, lekker het zonnetje. Geur van gemaaid gras. Ja, dat is fijn, hè? Ja. En al die muitjes die er vanaf komen. Ja, ik weet niet of je het ziet, hoor, maar... Boah, wat vliegen toch weer een van die grasmuggen. Ja, ik over had even nu. Ga ik kijken dan. Ga ik over kijken dan. Dan moet je het over hetzelfde padje als Kovel hebt gelopen. Hè? Ja, Kovel? Ja. Dit is wat ik hoef. Kom je hier zo gezellig erbij op? Kom maar gezellig erbij. Ja, kom dan op stoel. Kovel, kom dan. Nee. Nou, dat niet. Oh ja, maar wil je afvragen wat voor maaier heb ik gemaakt met een stiel? Ik merk dat als ik... Wacht even, iets proberen, momentje. Nou, het is niet veel, het is denk ik tegen de zon in de... Ik heb met een stiel grasmaaier gemaakt. Hier hebben we Kovel. Ja. Maar dat is... Oh, dat is twee keer op de zon. Nou, die moeten we niet hebben. Twee keer op de zon. Nee. Moet ook weer... Nee. Hi, Kov. Beter is. Dat is beeldscherpst. Ik hoef. Ja, kereltje. Kijk, op het uiteinde heeft hij zo'n wit puntje. Zie je? Ja. Dus ik ga weer even lekker even genieten van het zonnetje. Voordat ik de spullen weer op ga ruimen en weer bedden verder ga. Dus blijf zitten. Hier gaan we zo weer terug. Zo! Ja, ik had de daarvoor stukjes al aan, ben ik al aan het editen. Maar toen kwam ik bij het laatste stukje nu ineens achter dat ik mijn... vinger, zie je dat gaatje hier zo zitten, daarvoor gehad en toen had je niet zoveel geluid. Ik heb het volume wel verhoogd, maar... Oh ja, en ik heb een dankjewel bosje bloemen gekregen van mijn 1000 abonnee van mijn lieve buurvrouw. Dat vond ik hartstikke lief. En dan hebben we hier de dames nog even in beeld. Die willen ook nog even wat gekjes doen, denk ik. Ze gaan langzaam naar bedje toe. Ze zijn moe. Ik wil wat zeggen. Nou, Jan en ik... zijn de dierenclub. En morgen gaan we naar Jan's paarden. Oh. En ga ik mijn paard weer laten en mijn paardrijbroek aantrekken. Als je ze past. Ja, ja. Als ze nog niet te groot zijn. Ja, ja. Ja, ja. Dan ga ik wel. Hé, hey, beetje. Ja, ze zijn moe. Het wordt tijd voor bedje. Ik ga ze op bed leggen en dan ga ik een ASMR video opnemen. En dan, als ik klaar ben, dan kom ik nog wel even terug. Om de video af te sluiten. Wat denk je dat je twee video's hebt gemaakt? Nou, ik wil deze nog als een extra video doen, want dat geeft mij nog even de ruimte. Dan ga je morgen editen. Nou, deze maak ik af en de ASMR video doe ik morgen editen. Ja. Ja? Deze doe ik af, kan ik in ieder geval exporteren tot op start, terwijl ik een ASMR video opneem. Oké, als die dan ping zegt... Dan is die klaar. Ja, en dan doe je... Oh ja. En dan kan ik gelijk beginnen morgen. Nog zo'n dingetje. Ja, ik moet even... Oeh, dat is verkeerd. Ja, tada! Doe je broekjes omhoog, alsjeblieft. Doe maar een lol. Voor mensen die het afvragen... Waarom kook je niet in de keuken? Ik moet even twee dingetjes weggooien. Want dat... Waarom kook je nou niet in de keuken? Dan had ik al een paar... De keuken is zo troepig. Nou, is niet zozeer troepig. Er staan altijd wel spullen in de keuken, maar dat is normaal. Dat hoort op in de keuken.
Ik ga het even... Niet te bijten, dan gaat hij kapot. Dat vind ik zonde. Zo. Even de kookspulletjes even in de koelkast zetten en zo. Kijk. Ja, dat heeft hij wel. Kijk, ik heb hier zo een plekje. Hè? Kijk zo. Ja, en daar heb ik een blessing. Maar hier kan ik dus niet koken. Want als ik hier iets ga zetten, dan moet ik mijn camera hier in die kast zetten. Hè? Ja. Nou, dan zie je mijn koken niet. Ja? Dan heb je hier magnetron. Airfryer. Wasbak. Kookdingetje. Hier heb je oven. Vaatwasser. Ja, god. Hemels, waar moet ik dan die camera zetten? Ik weet wel waar. Om mij en het koken te zien. Als jij wilt koken, dan zet je hem gewoon hier neer. Ja, maar dan zien ze mij niet en dan zien ze de pan niet. Want als ze kijken aan de zijkant van die pan, dus dan moet ik het zo doen. Maar dan zien ze dat wel, maar dan zien ze mij niet. Je hebt toch zo'n standaard? Ja, maar dan staat het zo. Maar dan zien ze mijn gezicht niet. Ja, anders zet je hem schuin. Nee, dat gaat niet, liefie. Oh. Dan zien ze mij niet. En als ik hier ga koken, kijk, en dan krijg je hier zo. Zo, ja. Ja, dan zie je hier, maar dan zie je mij niet. Dus dat gaat niet, meisje. Dus vandaar dat ik kook. Oh. Kijk, dan zet ik jullie even hier. Kijk, zo. Ja? Oh, dan zijn jullie mijn keukenkastje. Maar dan gebruik ik dat, hè, als statief. Maar ik ben hier aan het koken. Maar dan heb ik nog een ding in op. Plus, is dit charmante achtergrond? Nee. We hebben ons best gedaan om er wat van te maken. Nou, dat kan je nog opschuiven. Dan ga je kastje opzij. Hè? Stel dat ding hier. Zo, ja. Nou, sta ik er een beetje voor. Maar dan zie je nog niet wat ik aan het koken ben. Oh ja, zullen we die dicht doen? Aan het koken ben. En dan kom ik een camera tekort. Ja, dan kan ik filmen met mijn telefoon. Oké. Okay. Ja, dat wordt een succes. Statief hier, dit, zus, zo. Het is al niet zo groot hier. Dus nee, vandaar mijn reden waarom dat ik kook in de woonkamer. Dus ziet alles gewoon in één shot. Ja, goed. Nou, ik ga de kinderen op bed brengen. Het is niet dat jullie nooit de keuken mogen zien, maar het is niet zoveel soeps. Nee, en dan vind ik mijn woonkamertje toch stukken gezelliger. Maar goed, ik ga de kinderen op bed leggen. Dat hoeven jullie allemaal niet bij te wezen. En ik zie jullie zo weer. Tot zo! Zo, nou, ik ga nu een ASMR video opnemen. Ik heb mijn tas al met spulletjes ingezet van de Rituals. Dus die video ga ik nu opnemen. Ik ga alles ervoor klaarzetten. Sowieso mijn statief, denk ik. Want ik denk dat ik deze groene muur gebruik als achtergrond. En niet dit, maar gewoon dingen. Ja, ik heb mijn tafel, tafel verplaatst. Dus mijn tafel staat nou weer hier in plaats van daar. Ik kan nog steeds geen plek vinden, dus vandaar. Ja. Goed, ja, ik zit even te kijken naar mijn computerscherm. Van wat moest ik ook weer doen? Oh ja. Dus ik ga mijn statief neerzetten. Ik zet mijn camera erom, de beelden die ik nu heb geschoten, zet ik alvast even op de computer. Ik kan het in ieder geval synchroniseren. Dan kan ik daarmee verder. Dan kan ik die vlogje ook afsluiten. Ja, deze video dan al netjes afsluiten. En dan kan ik daarna de ASMR video opnemen. Die komt dus op de woensdag en niet op de dinsdag. Ik denk dat deze week maar één ASMR zal worden, denk ik. Niet omdat voor dingen is, maar ik heb deze week nogal best druk. Want ik wil natuurlijk van de week, aankomend weekend, wil ik de halletjes schilderen doen. En ik wil nog van de week nog heel even nog naar Goes. Het zal misschien morgen wezen. Dat zal ik vandaag doen, maar ik zat een beetje tijdlimiet. Want ik zou ook nog naar mijn ouders gaan en dat soort dingen. Dus ik wil even naar de stad om wat dingen op te halen. En dat komt dan nog van de week misschien wel tevoorschijn wat het precies is. Dus maar daar wil ik even mee bezig zijn om dat voor content te halen. Een keer een beetje ook andere content. Wat ik ook heel leuk vind om te doen. Om daar mee bezig te houden. Het heeft een beetje ook te maken met de ASMR video. Maar ik verlaat toch even in spanning wat het is. Dat is voor jullie al helemaal spannend. Dus ik ga deze video afsluiten. Ik ga deze beelden erop zetten. Zodat die kan exporteren tot het bestandje. En die kan me alvast druk gaan maken voor de ASMR video. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik hoop dat je deze af en toe zottige
Hè? Ja, ik zag mijn beelden ook terug toen ik aan het editen was. Ik was wel heel raar aan het lopen. Ja, die laarzen waren gewoon veel te groot. Ik heb me officieel maat 38 qua voet. Ik draag het liefst de schoenmaten van maat 40. Buitenom hakken. Want hakken die neem ik wel gewoon aan de maat van, anders raak ik ze kwijt. Maar sneakers en ander soort schoenen, dan draag ik het liefst maat 40. Vind ik fijner, want dan hebben we al meteen gewoon alle ruimte van de wereld, zou ik maar zeggen. Dat vind ik persoonlijk fijner. En mijn mannetje die heeft maat 43, geloof ik. Ja, dus als je officieel maat 38 hebt, je gaat in de laag van maat 43. Ja, dat is gewoon code schoppen. Ik hoor iedere keer wat. En dan zit ik te denken van, waar komt dat vandaan? Maar goed. In ieder geval, ja. Dus daar loop ik al gek op. En ik vond het ook een beetje leuk om het een beetje uit te doen. Van, alsof ik boer Harmsen was of zo, hè. Mevrouw Wijdbeens, hè? Lekker zot op de camera. En ja, gewoon daarbij bezig geweest. Maar dat liep ook totaal niet lekker met die schoenen. Want je moet ze gewoon iedere keer zo raar van optillen. Want het was gewoon veel te zwaar aan mijn voeten. Maar ja, als ik dat niet doe en het is de eerste maait gras, dan komt er op meer stappen af. Vooral als het nat is. En ik heb van die witte Nike's-achtige, ja, witte zolen, witte dingen. Behalve zijkantje daarboven is een zwarte rand. Dan daarboven zit dan weer wit. Met een beetje oranje van kleur. En daarboven op het lipje zit een beetje groen. Maar ja, anders wordt dat allemaal van dat vieze grasgroene slik en zo. Dus ja, vandaar. Maar goed, ik wil afsluiten en dan ben ik nog verder aan het lullen. Maar ik vond het wel heel grappig trouwens om dat jullie wel te vertellen. Dat ik wel een beetje als een boer Harmse erbij liep en zo. Niet op de vrouwen charmant, hè? Ja, ik hoop dat je het gewoon komisch vond, lachen vond. Ja. Dus ik ga nu maar eens mijn video opnemen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij. En ik hoop jullie gauw weer te zien met de volgende video. Dus later!